Ja, vrienden, ik ontkom er ook niet aan. Nee, nee. En jullie zijn er ook niet aan ontkomen. Nee, aan het triviale geneuzel in Nederland. Ja, over de grafien. Die Eloïse van Oranje. Ja, ja. Dat is dan ineens een nationale discussie. Wat slaat dit allemaal op, vrienden? Nou, zeg. Dit gaat echt veel en veel te ver. Ja, dit moet echt heel snel stoppen. Goeiedag, zeg. Er staat een meisje van 20 in een badpak op tv. En hup. Daar komt dan, namens de vrome Veluwe, komt het EO-hoofd Jeroen Snel. Die kwam ons even melden dat er wel een grensgevalletje was. Nee, goed hoor, Snel. Ja, wat kom je doen, man, met zo'n mededeling? En er was er nog zo'n zogenaamde koningshuis-expert, weet je wel, zo'n royalty-watcher. Nou ja, en die kwam ook vertellen dat eigenlijk allemaal niet kon. En die gasten, ja, die zijn dus hun hele leven al met niks bezig. Met het koningshuis, kun je je voorstellen. En ja, en die willen daar dan nu enig gewicht aan geven. Dus die gaan daar een commentaar geven op zo'n meisje van 20 in een badpak. En daar duikt dan iedereen bovenop. Alle programma's, alle kranten, de hele bende. Iedereen is daarmee bezig. Met onbelangrijk, onbelangrijk en nog eens onbelangrijk. Hoe triviaal wil je het hebben? Hè? En dan moet die Constantijn van de pure armoe, die moet ook nog reageren ook. Dus die zegt, ik begrijp niks van de commotie, volkomen gelijk. En dan heb je die Laurentien, die moet ook van de wereldstuit ook nog wat zeggen. En zeggen, oh, ik ben best trots op mijn dochter. Nou, zeg. En vrienden, kunnen we ons niet met belangrijke dingen bezighouden? Dat vroeg de prins zich ook af, ja. Ik bedoel, dat is toch niet zo moeilijk? Kunnen we het niet hebben over dat Nederland het tweede hoogste land is in Europa met de hoogste belasting op gas? Kunnen we het daar? Daar heb ik niks over gehoord, niks over gelezen. Helemaal geen grote discussies over. Over D66 en het asielbeleid. Niks, heb ik ook allemaal weinig over gehoord. En of die Tjeerd de Groot eens een keertje wat anders kan gaan doen. Ook niet. Nee. Nee, daar hebben we het gewoon allemaal niet over. Nee, nee, we gaan het hebben over een meisje, de gravin, van 20 jaar in een badpak.